Goedemorgen, welkom bij mijn channel Fasiu. Mijn naam is Barbara de Boer. Ik wil jullie allemaal even welkom heten bij deze vlog. Mijn laatste vlog was een beetje emotioneel. Tot zover ga ik even een update geven. Het gaat ja, step by step. Ik heb elke dag opgeschreven wat ik at. Ik heb elke ochtend heb ik een kleine wandeling gemaakt, behalve vandaag, omdat ik van nu een ander wandelingetje ga maken. Ik ga een mall bezoeken die, waar iedereen over praat hier in Nederland, het Westfield Mall. En daar ga ik met een vriendinnetje van me naartoe, Betsy. Die zul je straks zien. Ja, hoe is het gegaan? Hoe is het ook afgelopen met de huisarts? Nou, het is naar de bedoeling geweest dat ik ze heb moeten bellen. En ze hadden toen nog niet eens gebeld. Was er een misverstand omdat de assistent die mij had geholpen was ziek. Uiteindelijk, ik hoef het uitslagje niet te nemen. Maar ik zit er toch over te denken om het te overleggen. Misschien moet ik het wel doen, maar dat ik het zelf ga onderzoeken. Ik weet niet of dat ik naar een gynaecoloog ga. Ik ga het nog even over hebben. Ik wil even mijn gemoedig laten steunen, want ik heb heel veel frustratie. Omdat ik nu weer een andere huisarts heb. Het is een wisseling van een huisartsencentrum. En ik heb begrepen dat er een tekort is aan huisartsen. En dat heeft dus invloed op de behandelingen en de dingen die gebeuren. Of assistenten die ziek zijn, als je meerdere assistenten hebt. Dus dat soort dingetjes maak je dus ook mee. En daar heb je ook mee te dealen. Vandaag ga ik even een leuke dag hebben. Ik ben ook naar de fysio geweest. Dat gaat ook rust op langzaam. Ik kan nog niet dansen. Maar dat ik kan wandelen, dat is al heel wat. Dus step by step. Ik ben nog niet helemaal in mijn hum. Dat merk ik wel. Ook als mensen me aanbieden om me te helpen met mijn dieet en met mijn voeding en bla bla bla. Ik weet het allemaal wel. Ik moet het even op deze manier doen. Even mijn eigen dingen vinden. Mijn trein is gearriveerd. Dus ik neem jullie mee. Ik ga richting Den Haag. En dus ik ga nu de trein in. Dus ik neem jullie mee. Oké. Eerst eten. Want als ik met haar op pad ga, als het einddoel of het tussenstation gegeten heeft, dan hoef ik er niet te vragen. Nee, we gaan niet lopen zonder doel, toch? Dat bedoel ik. Met haar. We gaan even lunchen. Dus we gaan nu naar boven. Oh my god. Ik ga mijn ogen uitkijken. Dus ik zou zeggen, ik ga volgens mij niet veel zeggen. Ik ga jullie een beetje laten zien. Voor de rest moet jullie zelf komen kijken. Oh my god. Okay, we lopen even een rondje zo. Dan kan je... Oké, laten we lopen. Ja, kijk. Fappiano. Hier is nog een Middle Eastern food. We zijn nu op de food corner. Eettheater heet wow, dat. Wow. Huh? Eettheater heet het. Het eettheater. Eettheater. Oh, dat is die avocado show van je. Ja, is niet lekker. Zij vindt het niet lekker, maar ik hou van advocaat, zij niet. Wagamama. Dus. Goede vrijdag. Ja, katholieke eten. En als.
Dus de bedoeling is dat we geen vlees maar gaan eten. Maar we kijken wel. Maar we kijken wel, heb ik er gezegd. Avocado of zo, is dat goed hoor. Ai, ik word flink hier gegeten. Hier komt nog iets nieuws. Best veel time to... Misschien kunnen we hier iets openen of zo. Een broodjeswinkel. Een broodjeswinkel. Want dat mist niet nog. Misschien een Surinaamse broodjeswinkel of zo. Ja. India. Oké. Okay. En dan wil hier... Sushi? Ik heb een pas sushi gegeten. Wat is dit? Oh my god. Dit is volgens mij ook een pizzeria. Dit is een Italiaan. Italiaan. Dat is wel gek. Dan vraag je je af of het eten goed is. Ja, maar normaal is wel. Kijk, hier heb je kippen. Een halve kip, hele kip. Kip is geen vlees, toch? Dit is mijn favoriet. Dit is je noedels, je ramen. Nee, ramen is wat normaal. Oké. Nee, ik hou niet van Thais eten. Dat wordt het niet. Als je wilt kunnen we nog Pac-Man gaan spelen strakjes. Ik ben heel groot Pac-Man. Ja. Oké, dan gaan we misschien Pac-Man. Oh ja, Pac-Man is van toen hè? Ja, ja, echt wel hè? Oh, en heb je de film, hier heb je echt de bioscoop. De Kinopolis. Weet je welke film ik zou willen zien? No. The Lost City. Ja, ik ook kijken. Oké, wel. Oké. En manneke pis. Jongens, kijk, manneke pis. Jongens, kijk, manneke pis. Vlaamse frietjes met lekkere mayonaise. En wat is dit? Asian street food. Ah, oké. Ja. Oké, we gaan nu eventjes... we gaan even kijken wat we gaan eten, hè. Belangrijk. Wat dit meisje vindt. Ja. Belangrijk. Dus... Daar ga ik eventjes... Oh, van Koolmees is die kip. Ja, die kip. Ja, is uit Rotterdam. Oh, oké. Okay. Heel bekend. Is goed, we gaan ze laten. Kijk, we gaan bij de Punjabi gaan we eten. En we hebben net... en we gaan nu even betalen. Eén van ons moet maar betalen, maar de andere even... En dan gaan we even een tikje doen. Ja. Ik ga even betalen, want je weet, ik kan niet 100.000 dingen tegelijk. Zo, we zijn bij Punjabi. En ze ziet opeens een bekende. We hebben ons eten besteld, dat kan je zo zien. En dat kan je allemaal bestellen. En dat moet je even zelf bij het apparaat doen hoor, wat je zo net hebt gezien. Dus we gaan zo eten. Wel leuk dat ze even iemand ziet. Ik sta een beetje rond. Kijk wat we eten, leg neer. Dus dit is die kikkererwten. Mm-hmm. En dit is die rijst. Maar waar zijn die garnalen? De garnalen zitten in die rijst, man. Rustig. Oh. En dat is een van de aloe panata. En die samosa. Oh, we gaan lekker smullen. Dus ik zie het op foto. We hebben gegeten. Nog een nagelieten met mijn chai. Lekker hoor. Maar het is echt lekker. Zeker weten. Was het zeker om terug te komen? Ja, absoluut. Ja. Even lekker dingen. Die samosa neemt ze mee, want die kent ze niet op. Ik heb het wel opgekregen, maar ik zit ook wel vol. Ga ik allemaal opschrijven in mijn boekje. Ik ben heel eerlijk daarin. Dus, maar dan hoef ik vanavond niet meer te eten. Maar het begint te zweten, zeg ik niet. Zie je? Echt te zweten. Warm. Hormonen. Het is allemaal te maken. Goed, we gaan nog eventjes hierdoor kletsen. En dan gaan we dadelijk weer verder wandelen. Want dit was het begin.
niet zo goed dan. We hebben de hele tijd hebben we gewandeld. Best wel een grote mall. Alle bijna noem een winkel op en je hebt het. En dat is wel heel bijzonder om te zien. Je hebt alvast geen Primark, maar die past ook niet hier in het geheel. Want je hebt allerlei merken en dat soort dingen. Maar ja, ik hoorde net dat het gratis parkeren is in de parkeergarage. En je hebt alles onder één dak. En de toiletten zien er perfect uit. Helemaal. Kijk, en die heb ik ook al. Ik heb 3 keer een toilet gehad vandaag. Dus we zitten nu even lekker relaxed. En kan je veel goed kopen, hè, bij die mensen. En, nee, daar achter dat balietje. Nog eventjes zo. Maar dan zeg ik nog niet. Dat was even de Westgate-mall. Wat je allemaal kan doen, eten en dat soort dingen. Ik heb niks gekocht daar niet van. En die zo van de pudding. Moet het daar halen? Ik heb wel even een BH gepast, maar ja, nee. I don't like it. I don't like it. Het is iets waar ik nog over heen moet komen of waar ik me nog baby bezig hou, maar nee, I don't like it. Maar het is wel even weer goed om nu weer een keer te hebben gepast. Ik heb hier. Oké, gaan jullie even spelen? We gaan even verder. En dan. Ja, even geklaar over mama. Maar goed, het kwam wel goed. Dus tot zo. We zijn nu bij de versmarkt van der Valk Versmarkt. Nog nooit van gehoord. Hier heb je een Van der Valk Hotel. Nou, je brengt me wel eens ergens. Ja, leuk. Dus dit is een beetje. Het is een beetje chic. Oké, ik zal me gedragen. Ja. Ja. Oké. Nou, dit is een luxe supermarkt, een versmarkt, waar de mensen het voorschoten en wassenaar allemaal hun dingen komen doen. Dus we gaan even kijken. Volgens mij betaal je ook een bon. Oh, ik wil net zeggen. Ja. Ze moet even pinnen. En ze dacht even dat het heel veel zou kosten. Maar goed, dit is de verse markt. En we gaan nu richting haar kapster. En ze gaat even haar een beetje bijwerken. Ze is niet zo tevreden. Eén kant is lang en die andere kant is kort. Alleen ik zie het niet, zij wel. Dus we hebben even flink gewandeld. Ik heb ongeveer iets meer dan 7000 stappen gemaakt. En ik ga eventjes uitrusten. Misschien loop ik straks. En we gaan een heel chic tijdschrift gescoord. Was neem gratis mee. Kijk hoe chic. Echt. Het is gewoon een supermarkt, maar dan een... Een chique supermarkt. De versmarkt. Met allerlei geweldige wagens die hier voor de deur staan. Mm-hmm. Ja, je bent ook in Voorschoten. Mm-hmm. Ja, zo net waren we in Leidschendam. Ik dacht dat het Den Haag was, maar het is die mall waar ik het over heb is in Leidschendam. Hier is de auto. We gaan zo er naartoe. Daar in dat gebouw aan die kant, daar is haar kapster. Daar gaan we straks naartoe. Maar goed. Voor de rest gaat het prima. Ik heb lekker gegeten. En gelukkig had ik heel veel toilet in de buurt. Dus ik heb weer... het komt eruit, hè? Ik hoorde het, ja. Ik hoorde het wel. Aangenaam. Wat? Ga je lopen? Oh, ja, ik ga lopen. Ik ga stappen maken. Oké, zij gaat met de auto. En ik ga lopen. En dan zie ik er bij de... Heb ik weer wat stapjes gezet. Maar goed. Ik heb een fijne dag. En as we speak is mijn stiefzusje een wedstrijd aan het refereren. En ik ga dus straks eventjes live. Dus ik ga even stoppen met filmen. Want ik ga even kijken waar ik live naar mijn stiefzusje kan kijken. Dus tot!
Tot later. Doei doei. Oh, ik ben weer in Rotterdam. Ik ben gefietst. We zijn nog even naar Voorschoten gegaan geweest. Dat was ook gezellig. Heeft ze me bij de trein in Delft gezet. En ik ben nu op de oude binnenweg. En het oude broodje Akong. Dat moet ik dus even gaan zoeken. Die heeft een pop-up. Die was opeens verdwenen hier op de oude binnenweg. En het is nu even een missie om ze te gaan zoeken. Ze staan aan de linkerkant. Dus dat ga ik nu even doen. En ik neem jullie daarin mee. Want dat is mijn vaste tent altijd. Met het broodje Akong. Dat is een begrip in Suriname. Maar goed. Ik neem jullie daarin mee. Mooie ballonnen. En iets met vissen. Ik moet even kijken waar ze zitten. Ik ga ze zoeken. Zo, ik heb even rond gekeken. Maar, en ik heb het even nagevraagd. Mijn lief bar is wel een pop-up geworden. Maar broodje Akong niet. Dus dat is wel even jammer. En of ze terugkomen, dat weten we niet. Maar het blijkt dus dat hun hele gebouw instortte. En het rot. En ook de vloer. Dus ze moesten eruit. En het wordt allemaal verbouwd. Dus ja, of ze terugkomen, dat is ook nog even de vraag. Maar goed, we gaan nu richting huis. Even oversteken. Doei, buurman. En dat was mijn buurman. En ja, ik heb een fijn dagje gehad. En even ga straks kijken hoeveel stappen ik heb gemaakt. Dat is altijd wel weer fijn. En ik denk dat ik een soepje neem, iets lichts. Want ik heb aardig gegeten vandaag. Ik denk dat ik deze vlog ga afsluiten. Ik zou zeggen like, comment en subscribe. En ik zou zeggen sosolobby.